Kut. Waar is die gekild dan? Waar is die gekild? Ja, wat is dit? Ik weet het niet. Waar is die gekild? Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Vet dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe game video. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. In deze gloednieuwe game video ga ik samen met jullie een Minecraft minigame spelen. Die ik zelf nog nooit eerder heb gespeeld. Dit is namelijk een Minecraft minigame in de It's Jerry and Harry.com server. En in deze Minecraft minigame moet jij proberen je tegenstanders uit te schakelen door bij ze te komen. En je kunt maar op één manier bij ze komen. En dat is door middel van het passeren van tunnels, van doolhoven en van andere verschillende soorten traps. Dit is als het goed is een beetje vergelijkbaar met een minigame zoals The Walls. Al moet ik eerlijk toegeven dat deze minigame heel anders schijnt te zijn, omdat je namelijk op een moeilijkere manier bij je tegenstanders kunt komen. Maar ik heb er in ieder geval... Oeh, nice. Ik heb hier gewoon gear uitgehaald, terwijl hun dat helemaal niet hebben gedaan. Maar ik heb er in ieder geval een hele hoop zin in om deze video voor jullie op te nemen. Ik ben eerlijk gezegd best wel heel erg benieuwd wat ik nou precies moet gaan doen, want ik heb dit namelijk echt nog nooit eerder gedaan. Maar ik neem aan dat wij moeten proberen, kunnen we dit heel makkelijk kapot hakken? Nee, want hout leken we namelijk best wel makkelijk kapot te kunnen hakken. Maar ik neem aan dat wij dus gewoon moeten proberen zoveel mogelijk spullen te verzamelen en daarmee uiteindelijk bij onze tegenstanders te komen. Dus wat ik even ga doen, is ik zorg er eerst even voor dat ik even snel een wooden pickaxe maak. En ik ben wel zo aardig er even twee te maken, want ik heb uiteraard ook nog twee teamgenoten. Dus ik geef jou even een wooden pickaxe in de hoop dat hij die kan gaan gebruiken. En het idee van deze minigame is eigenlijk een beetje dus hetzelfde als bij The Walls. Je moet proberen te overleven. Alleen bij The Walls is het uiteraard zo dat je een bepaalde tijd elkaar niet kunt aanvallen. Dus dan zijn de teams zeg maar van elkaar afgezonderd. Maar hierbij is het geloof ik zo dat de teams al gelijk met elkaar kunnen PvP'en. Dus als ik nu een teamgenoot of een tegenstander zou vinden van een ander team, dan kan ik die eigenlijk direct al aanvallen. Dat is eigenlijk kort gezegd een beetje waar het op neerkomt. En heeft hij nou al een stone pickaxe bij zich? Ja, hij heeft inderdaad al een stone pickaxe. Dan wordt het misschien tijd dat ik er ook maar even eentje ga maken. Dan kan ik daar namelijk even wat iron mee verzamelen. Ik neem namelijk aan dat we dat nodig gaan hebben. Het lijkt mij in ieder geval heel erg leuk om deze minigame een keer voor jullie te spelen in mijn Minecraft Job Speelt minigame serie. Om gewoon even te kijken wat jullie ervan vinden. Als jullie deze minigame video dus leuk vinden en jullie willen meer minigame video's zien op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen, dan mogen jullie deze video dus een blauw duimpje omhoog geven. En dan gaan wij gewoon eens even kijken hoe deze minigame nou exact in zijn werking gaat. Ik heb namelijk al aardig wat verschillende soorten dingen weten te verzamelen. Ik moet alleen even kijken of zometeen iemand even slim is. Oh, trouwens, heel team geel is al uitgeschakeld. Terwijl geel mijn lievelingskleur is. Shit. Nou, ik moet eerlijk toegeven, nu hoef ik eigenlijk niet echt verdrietig te zijn dat geel is uitgeschakeld. Ik hoor namelijk niet bij team geel. Ik hoor uiteraard bij team blauw. En het is dus de bedoeling dat wij team rood en team groen gaan inmaken. Wat in eerste instantie misschien niet al te moeilijk klinkt, maar we moeten dus eerst even kijken of we überhaupt wel bij ze in de buurt kunnen komen. En ik heb inmiddels aardig wat iron bij me. En ik heb het idee dat ik aangevallen word, al is dat op het moment niet het geval. Maar nee, de bedoeling is dus eigenlijk dat wij gaan proberen zo snel mogelijk bij onze tegenstanders te komen. En ik weet niet of ons dat zo 1, 2, 3 gaat lukken. En ik weet ook dat als ik iets in deze furnace doe, is die furnace dan protected. Want anders gaan mensen mijn spullen eruit pakken, terwijl die eigenlijk voor mij zijn. Ik heb het idee dat hun dat inderdaad gaan doen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik er alvast even in ga kijken en al gelijk even ga spammen. Zodat ik zeg maar wel gewoon het iron krijg wat ik heb verzameld als het ware. En ik hak dit alvast even weg. Ik heb geen idee waarom ik het weghak, maar ik doe het maar gewoon even. Hij staat er namelijk stil. Vraag me niet waarom hij daar stil staat. Ik neem aan dat hij even AFK is. Oh, we kunnen hier niet verder gaan. Dan neem ik aan dat wij een soort van weg naar boven moeten maken of zo. Ik heb in ieder geval genoeg voor het maken van een iron sword. Dus het lijkt mij een erg handig idee om dat even te gaan doen. En dan neem ik aan dat wij moeten proberen zo snel mogelijk boven te komen. Dat is namelijk wat ik las in de beschrijving van deze minigame. Je hebt namelijk een bepaalde tijd om boven te komen. En boven moeten de teams elkaar dan als het ware een soort van meeten. Dus laten wij kijken of wij zo snel mogelijk boven kunnen komen. Wat waarschijnlijk net ietsje makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar dat zullen we vanzelf wel gaan ervaren. Even kijken. Ik heb hier 3 iron gekregen. Dus als ik daarvan nou even snel een iron pickaxe maak, dan kan ik in ieder geval even lekker snel minen. En laat ik heel even snel het kool hier uitpakken om daarmee wat fakkels te maken. En dan ga ik even kijken of ik zo snel mogelijk boven kan komen. Al weet ik op het moment niet wat hun aan het doen zijn. Oh, hun gaan via een andere weg, zie ik, of niet? Ja, hun gaan inderdaad via een andere weg. Wat ik in principe geen probleem vind. Alleen, ik heb hier een iron pickaxe voor jou. Als jij nou de miner wordt van deze partij, dan zou dat heel erg fijn zijn. Ik bedoel, het is omdat het mijn team, weet je. Dat ga ik ook niet moeilijk doen. Dan gun ik het hem wel, als het ware. En het zou fijn zijn als ik zo meteen even wat mooie sneakers voor mezelf kan gaan maken. Ik heb trouwens nog wel een stone pickaxe, toch? Inderdaad, dan kan ik in ieder geval nog wat meer iron meenemen. Dat is namelijk over het algemeen gezien best wel heel erg handig. Dus dit mag hierin. En dan begin ik even met het maken van een beetje armor voor mijzelf. En laat ik heel even dit skeletonhoofd weghakken. Ik vind het namelijk altijd wel episch om die aan te hebben. Kijk, mij is episch zijn. Super sick. Ik moet eens even kijken of hij aan het minen is. Want het is dus de bedoeling dat wij zo snel mogelijk boven gaan komen om daar de tegenstanders in te maken. Ik zie in ieder geval dat het zal aardig ver zijn. Ik neem ook aan dat die kerel met die iron pickaxe aan het minen is. Of niet? Ja, hij is inderdaad met die iron pickaxe aan het minen. Dan gebruikt hij dus mijn pickaxe. Daar ben ik in principe best wel blij mee, to be honest. Ik mine in ieder geval even verder. Want ik heb namelijk het idee dat hij liever bezig is met het verzamelen van iron. Waar ik persoonlijk totaal geen problemen mee heb, hoor. Dat is het idee niet. Maar het is wel handig dat ieder iemand in ieder geval even. Kan ik gold? Nee, gold kan ik natuurlijk niet weghakken. Dus tenminste, ik kan het wel weghakken, maar ik krijg er niets voor. Dus dat is misschien een beetje zonde. Of kun je gold wel meenemen met een stone pickaxe?
Olympics. Nee, dat kan inderdaad niet. Ik heb heel even gezegd dat het gold is. En of hun dat even willen minen voor hem. Oh, wacht. Ik heb het idee dat hij een jungle of zo heeft gevonden. Of geen jungle, maar dat hij een gedeelte heeft gevonden waar we moeten zijn. Hij is namelijk via deze kant nu verder gegaan. En oh, kijk. Hij heeft inderdaad de oppervlakte gevonden, denk ik. Of hij heeft in ieder geval een nieuw gedeelte gevonden. En ik wil de smeller. Zou ik dit kunnen halen? Ik weet het niet. Ik kan het proberen. Oké, nice. Ik heb dit gehaald. Ik vind het best wel een hele leuke, spannende minigame, to be honest. Ik geniet er wel van tot nu toe. En het is wel heel erg riskant. Oh, kijk. Ik heb hier in ieder geval wat gear gekregen. Het is dus denk ik de bedoeling dat wij deze. Oh, kut. Oké. Job, stay calm. Misschien is het handig als ik heel even snel mijn cobblestone pak. Want ik heb er namelijk toch genoeg van. En dan kan ik in ieder geval even kijken welke kant we allemaal nog op kunnen gaan. Ik heb namelijk het idee dat ik wel een klein beetje voorzichtig moet zijn met wat ik allemaal doe voordat ik zo meteen dood ga. Even kijken. Welke kant kunnen we allemaal nog op gaan? Ik heb het idee dat we vele verschillende soorten kanten op kunnen gaan. Dus wat ik doe is, ik maak heel even snel wat bruggetjes. Dat lijkt mij over het algemeen gezien niet echt een heel erg dom idee. En laten we dan kijken of we nog dichter bij de oppervlakte kunnen komen. Dat zou namelijk best wel awesome zijn. Ik pak trouwens voor de zekerheid wel even mijn fakkeltje erbij die ik heel even hier plaats. Zodat het in ieder geval allemaal even wat verlichter is. En ik kan natuurlijk ook een rechte lijn naar boven minen. Maar dat zou een beetje dom zijn. Want op die manier kunnen de teamgenoten die ik bij me heb niet achter me aankomen. Oh, er is juist één iemand dood gegaan. Oh, kut. Wacht. Hij is dood gemaakt. Er staat was killed. Kut. Waar is die gekild? Ja, wat is dit? Ik weet het niet. Waar is die gekild? Ja, fuck die shit. Ik mine wel gewoon verder. Er stond namelijk niet dat hij dood was gegaan door de lava of zo. Dat dacht ik namelijk even toen ik het in de chat las. Maar toen las ik dus even voor de tweede keer wat beter. Toen stond er dus was killed. Oftewel is vermoord. En dat is niet al te best. Want dan is er dus een moordenaar in ons midden op het moment. En dat is natuurlijk niet iemand van ons eigen team hoor. Zo bedoel ik het niet. Dat zou namelijk onmogelijk zijn. Want je kunt elkaar namelijk niet slaan. Tenminste, de teamgenoten kunnen elkaar niet slaan. Team blauw kan niet een andere persoon uit team blauw slaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor team rood, die geen andere persoon uit team rood kan slaan. Op welk niveau zit ik trouwens? Ik zit op niveau 88. Waarschijnlijk gaat het echt ongelooflijk lang door totdat we weer iets nieuws vinden. En het kan dus ook maar zo zijn dat we zo meteen lava gaan vinden. Al heb ik het idee dat dat niet zo 1, 2, 3 gaat gebeuren. Ik vind het in principe een best wel epische minigame tot nu toe. Al weet ik natuurlijk niet hoe het in de toekomst gaat zijn. En met de toekomst bedoel ik dan niet volgend jaar. Maar dan bedoel ik eigenlijk meer van hoe het over een aantal minuten gaat zijn. Kut, ik ben de laatste in mijn team. Ik ben de freaking laatste in mijn team. Ik ga dood. Geef het maar toe. Het is 6 tegen 1. Dit kan ik niet. Het is 3 van groen, 3 van rood tegen 1 van blauw. En dan ben ik. Oh nee, ik ga dood. Waar zijn ze? Waar de frick? Ik snap het niet. Waar zijn de andere tegenstanders? Ze zijn hier wel ergens. Oh, hij is hier doodgemaakt zojuist. In welk freaking opzicht is hij doodgemaakt? Ja, ik neem aan met een zwaard. Maar ik bedoel niet zozeer met wat hij is doodgemaakt. Maar ik vraag me af door wie die is doodgemaakt. Want, wacht even, zouden ze hier vandaan komen? Ik denk het. Zullen we hier even naar beneden gaan, guys? Even kijken of hier misschien eentje is. Een tegenstander die zojuist met teamgenoot heeft zitten vermoorden. Want ik ben namelijk de laatste overgebleven. En dit is letterlijk de allereerste keer in mijn hele leven dat ik deze minigame speel. Dus jullie kunnen het wel zien als een soort van first impression, als het ware. Oftewel een eerste indruk. En ik ben op het moment ben ik wel de enige laatst overgebleven. Zoals bijvoorbeeld er ook nog maar één iemand is overgebleven in team groen. Alleen team rood is op het moment best wel gevaarlijk. Want het is nu namelijk letterlijk 3 tegen 1. Want er zijn er nog 3 van team rood over. En ik ben de laatste die nog van team blauw over is. Dus waarschijnlijk ga ik keihard dood zo direct. Want ik heb namelijk op het moment serieus geen idee welke kant ik op zou moeten. Is hier misschien nog wat verder gemind? Ik weet het niet. Ik zie namelijk op het moment ook helemaal geen name tags. Dus ik heb eigenlijk geen idee waar ik naartoe moet. Store. Oké, dat kan schijnbaar niet. You're not allowed to use comments in Mindfighter. Oh, dat is schijnbaar voor wanneer je in de lobby zit of iets dergelijks. Ik dacht dat dat een soort van comment was die je kon gebruiken in deze minigame. Dus ik denk van, oh, dat is best wel leuk. Maar schijnbaar was dat niet zo. Ik pak trouwens gelijk even deze pickaxe erbij. Ik bedoel, why not? Ik kan nu toch namelijk niks meer aan mijn teamgenoten geven, dus vandaar. Maar er zijn er dus nog 3 over van team rood. Terwijl ik de laatste overgebleven ben van team blauw. Maar waar de fuck zijn de laatste? Ik heb serieus geen idee. Oké. Dus wat ik doe is, ik bouw mezelf maar gewoon. Kut, ik ga dood. Kut. Spring. Kom op, nee, ik wil niet doodbranden. Dat is zo slecht. Dat is zo slecht van mezelf. Dat wil ik niet. Nee. Oh my god, guys. Oké, team blauw is dood. En team rood heeft gewonnen. Shit. En er staat ook heel random in de chat. Woe bist toe. Geniale minigame. Maar wel jammer dat ik niet echt heb kunnen PvP'en. Ik heb in ieder geval wel een beetje een inkijk weten te krijgen van hoe deze minigame in elkaar steekt. En dat is awesome. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze gloednieuwe minigame video. Die zoals gewoonlijk weer geüpload is. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Heb ik jou nog kunnen vermaken met deze nieuwe minigame video. Waarin ik een minigame speelde. Waarvan ik de naam even niet meer weet. Even opzoeken. 3 uur later. Heb je nu genoten van deze video waarin ik de minigame Mindfighter speelde. Die te spelen is in de It's Jerry and Harry server. Dan mag je deze video uiteraard een like geven. Dan weet ik namelijk dat jullie de Job Speelt Minigame serie leuk vinden. En dat jullie je nu alweer verheugen op de volgende aflevering van Job Speelt Minigames. Jongens en meisjes, laat hier natuurlijk beneden even weten in de reacties welke minigames jullie maar nog meer willen zien spelen in de Job Speelt Minigame serie. En laat mij natuurlijk even in de reacties weten of jullie zelf al een keertje van de minigame Mindfighter hebben gehoord. En wat jullie er nou eigenlijk van vinden. Want de It's Jerry and Harry server is een erg bekende server. Dus ik neem aan dat vele mensen die deze video kijken er al wel eens van hebben gehoord. En als jullie dus nog tips en trucs van mij hebben om te deze minigame, laat het me vooral in de reacties weten. Jongens en meisjes, jullie zijn wel de fucking bazen. Bedankt voor al jullie feedback. Bedankt voor al jullie support. En hopelijk zie ik jullie dan weer terug bij de volgende aflevering van Job Speelt Minigames. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Later mensen.